De volgende categorie, dames en heren, de belofte van het jaar. Ik geef het woord aan Jan van Lissem. Hij is voor balans. En hij kan het ook uitleggen waarom hij het goed vindt of niet goed is, vindt. Iemand die een Rotterdamse zaak heeft neergezet. Iemand die nog redelijk jong is, anders zou het geen belofte kunnen zijn. En die absoluut binnen 3-4 jaar nog naar hoger niveau stijgt. En klim op. En klim op, genaamd Ivy. De naam van zijn mama, van zijn moeder. François Geurts, Rotterdam. En let op zijn onopvallende kleding. Maagdelijk wit. Van harte. En, ik heb begrepen dat het een buis op maat is. Ik ben enorm benieuwd hoe ze precies de maat hebben genomen. Of dat een inschatting geweest is van iemand met verstand van zaken. Of, van harte gefeliciteerd. Ik zal je de microfoon geven en dan kan je wat mensen bedanken. Ja, dit is een enorme eer om hier te staan natuurlijk tussen deze grootheden. Allereerst iedereen bedankt. Ook met name mijn compagnon Joost, die wil ik even noemen. Ga even staan, Joost. Joost heb ik al een tijdje leren kennen toen ik in Engeland werkte bij de FedDuc. En die relatie is alleen maar beter geworden. Dus van goede vrienden naar compagnons. Dus dank je wel hierbij. Ook mijn twee maîtres, Mark van Charante en Marcel Jansen. Ook Mannix, mijn rechterhand natuurlijk, voor een aantal jaren. Mijn zus. Iedereen die hier aan meegeholpen heeft. Dank u wel. Met je award. Alsjeblieft.